Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner Review. En vandaag gaan we bespreken Iron Claw over de Von Erich Brothers. Dankjewel, Michael Jordan. Maar, ik snap niet hoe ze dat zo pijnlijk kunnen maken. Ik snap heel veel niet over worstelen, maar daar gaan we straks over hebben. Gek. Jongens, laten we beginnen. Ja jongens, één woord voor deze film. Mirza. Curse. Vervloekt. Vervloekt. Of zo. Ja, man. Ja, vervloekt. Ja, vervloekt. Ja. Jij? Meeslepend. Ik heb heavy. Ja. Iron Claw, een film over de Von Erich Brothers. Het begint sowieso met een vader die worstelaar is. En vervolgens heeft hij kinderen die ook de worstelen ingaan. Maar de family is cursed. En ze bereiken veel, maar tegelijkertijd maken ze ook heel veel mee. Ja. Ik denk dat het een beetje een safe uitleg is over de film. Zeker. Ja, jongens. Wat hadden we vooraf verwacht en wat hebben we uiteindelijk gezien? Er is wel een soort van ik pre-film en ik post-film. Ja? Is dat zo? Heb je dat niet? Ja, ik moet wel zeggen, dit is voor mij... Ik weet niet wanneer dit is uitgekomen. Maar tot nu toe de beste film die ik in 2024 heb gezien. Laat ik zo zeggen. Ja, ik denk misschien ook wel een van de betere films gaat zijn dit jaar. Ja. Want... dit was sowieso een Zac Efron Oscar momentje. Ja, ik denk dat hij hier voor een Oscar kon winnen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd werd het ook moeilijk voor Oppenheimer. Dus misschien wat ik nu ga vertellen werkt ook in zijn voordeel. Want de film is helaas niet opgestuurd. Of althans was niet op tijd ingestuurd aan de mensen die een stem moesten uitbrengen voor de Oscars. Waardoor deze film niet werd meegenomen in de Oscar nominatielijst van dit jaar. Misschien voor volgend jaar. Maar dan is het probleem, je kan ook in de vergetenheid raken. Dus hij hangt er net een beetje tussen. Ja. Maar het is zeker wel een goed Oscar-waardige film. Het zij cinematografie, het zij script, het zij verschillende acteurs, director, editing was goed. Dus het is echt spijtig dat ze niet hebben meegenomen. Maar ja, zoals ik zeg, het kan ook in zijn voordeel werken. Omdat elke categorie was je genomineerd en had je niet gewonnen vanwege Oppenheimer. Ja, nee, klopt. Nee, maar sorry, ik onderbrak je post en met mijn post en pre-verhaal. Nee, het soort van perfecte plaatje of zo, ik weet niet. Het is een vader die echt drilt op prestaties. Dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. En daar leven ze dan voor. Ze zijn ook best wel katholiek of christelijk, heel gelovig of zo. Is dat zo? Ja, dat is me misschien niet zo helemaal opgevallen of bijgebleven. Ja, maar het gaat vooral om discipline. Ja, discipline. En sommigen kunnen daar denk ik niet tegen of zo. Of hebben daar best wel moeite mee. Kunnen we stellen dat eigenlijk misschien de vader juist de curse was? Dat zou kunnen, ja. Maar ik weet niet of ik dat mag zeggen. Als het, soort van dat hij voor heel veel verantwoordelijk is of zo. Ja, want we moeten wel even iets meer context geven, denk ik. Want de familie is best wel een talentvolle worstelfamilie. Mm. Met de vader natuurlijk als soort van de coach, als ex-worstelaar. Push die jongens tot de limit. Je merkt wel dat bijvoorbeeld David, die wilde... Was het David? Mike, die wilde muziek maken. Ja. Maar werd een soort van erin getrokken. Dus hij moest ook worstelen. Carrie, dat was heel erg vaag. Die kreeg een soort van toestemming van zijn vader om te gaan worstelen. Dus hij ging in één keer worstelen. Mm. Alle kinderen... Wat was dat? David zat zich helemaal vol te spuiten. Kreeg later ook op... even kijken, dat is een leeftijd. 29-jarige leeftijd... 25-jarige leeftijd in Japan een hartaanval voordat hij voor de wereldtitel de ringen moest. Ja. Vervolgens, wat heeft hij nog meer? Oh ja, hij kotste bloed en dat was ook eigenlijk een teken van dat je even voorzichtig moet wezen. Ja. Kevin,
Die wil het niet meer, maar die vader blijft druk opvoeren, want Kevin was zijn been verloren. Mm. Dat was een aanleiding voor misschien wat er is gebeurd uiteindelijk. Ja. Dus ja, ik denk echt gewoon die vader is eigenlijk gewoon de curse geweest voor het hele familie. Ja, eigenlijk en wel, ja. Er is maar één overledene. En zoals ik zeg, er is een overlevende. Daarom zeg ik, er is een soort van pre en een post van mij. Ja. Maar wat, sorry, Jacob, wat had jij vooraf van die film verwacht? Ik had echt gewoon... ik kende de familie vooraf niet. En, ik heb niet zoveel met worstelen, maar ik wist wel gewoon wie het waren en zo. Ja, ik wist totaal niet wie het maar waren. Maar dit geeft wel een perfecte plaatje dan? Gewoon, soort van. Dit geeft wel een perfecte plaatje, inderdaad. Alleen vooraf had ik echt verwacht van een succesvolle worstelfamilie. Ja. En nog niet eens... In het begin, toen jij de titel tegen mij gaf, dacht ik echt, het is een gaat over een legendarische gaat bokser. Gaat over een grijpmachine of zo. Nee, over een bokser, dacht ik meer. En zoals ik zeg, je verwacht echt een film over een succesvolle worstelfamilie. Alleen achteraf zie je dus hoeveel drama erbij komt kijken. Ja. En door wat voor dingen ze eigenlijk door hebben moeten gaan. En dan ook, als je dan nu leest van die... Want die vader die had 6 kinderen. Die vader die had... Nou, kijk, dat is ook zo'n dingetje. Dat moet ik ook even vertellen. Die vader had 6 kinderen inderdaad. Klopt. David, die is overleden op 25-jarige leeftijd aan een hartaanval in Japan. Mm-hmm. Mike, die had zijn schouder uit de kom of zoiets. Dus die had een schouderoperatie. Die kreeg een toxic shock syndroom. Mm-hmm. Overleed aan een overdosis op 29-jarige leeftijd. Ja. Carrie, die verloor zijn been tijdens een motorongeluk. Pleegde later zelfmoord op 33-jarige leeftijd. Frits overleefde, dat is dus de vader, op 68-jarige leeftijd aan longkanker. Dan had je nog de jongste kind. Die was 6. Die was 6, dat was die Jack. Dan had je Chris. Die komt dus niet voor in de film. Mm-hmm. Want de regisseur... Kijk, dat is weer Durkin zegt het volgende hierover. Het was moeilijke keuze om Chris uit de film te schrappen op een menselijk niveau. Chris heeft 5 jaar lang in de screenplay gestaan, maar het was... heel erg herhalend voor het verhaal. En de film kan niet nog één tragedie aan. Ja. Dus er was al heel veel moordcases. En dus hebben ze Chris als het ware geschrapt. En Chris was zelf ook 22 jaar. Komt niet voor in de film, maar pleegde zelf moord. Ik denk dat het ook een goede keuze is geweest. Anders zou het te veel drama zijn. Ja, zeg maar. Dit is gewoon perfect amount aan drama en zo. Anders heb je weer een zelfmoord. Alleen die Jack, die zie je nog wel in de film. Aan het einde, ja. En ik vind... En in het begin ook. Ja, heel even. Een van die twee kinderen, klopt. En ik vind dat, wat je zei net op het einde, ik vind die einde, die laatste scène, wanneer die, hoe heet dat? Ik vind die namen niet meer. Kevin die zijn broertje oppakt, hij vindt hem bij de boom. En dan, dat hij hem naar binnen brengt. Dat was Carrie, die daar lag bij de boom. Kevin die vindt hem en dat hij dan neerlegt en dat je dan Carrie ziet dat hij op een bootje naar zijn broers gaat. Ja, dat vind ik de Afterlife. Afterlife. Dat vind ik echt een supermooie scène gemaakt. Dat vind ik echt mooi. En dat was heavy. Nog een stukje vond ik heavy. En dat was echt ook een performance van Zac Efron. Wat ik echt dingen van. Dat die kinderen in de tuin aan het spelen zijn. En dat die... Mag ik een stukje water nemen, man? Ik weet wat je bedoelt. Maar dat hij zegt, ik was ook ooit een broer. Ja. Want hij is nu de enige van die 6. En zijn vader is overleden. Hij is nu een van de 6 die nog leeft. Inmiddels heeft Kevin ook 4 kinderen, waarvan 3 worstelaars zijn. Hij is 66 jaar en hij heeft 11 kleinkinderen. Aan het einde zie je ook even een foto van de film. Ja. Tijdens de film. Die 2 zoontjes op zijn schoot, die zijn nu als duo worstelaars, toch? Ja. Maar dat ene scène was echt... dat was even... Ja. Dat was wel even... Hij zei, wat zei je ook? I don't have any brothers anymore. En dan zeggen die kinderen, we could be your brothers. Ja, we could be your brothers. Oh, God. Echt. Wat verdomme, joh. Ja, man. dat was wel een gevolgsnaadje. Ja, man. Ja, man. Maar even wat anders, hè. Zac Efron. De mooi boy van High School Musical. Ripped. Kill. Ripped as fuck. En maar ja, jongen. Die gezicht. Hij had gezien? Ja, dat is denk ik volgens mij na-effect van bepaalde middelen die je... Nee, weer een interview heb ik gezien. Ja. Hij is dus blijkbaar in zijn huis is die uitgeleden en kwam hij met een
kaak kwam hij op een fontein terecht, waardoor hij zijn kaak gebroken had. Hmm. En dan moest hij dus operatie doen. Heeft een fontein in zijn huis? Hey, rijke mensen, vriend, rijke mensen. Ik heb mensen gezien met Ferraris in zijn woonkamer. First world problem. Ja. Maar, weet je, dus door en tijdens het genezen in de pandemie destijds heeft hij niet genoeg therapie en fysiotherapie gehad, waardoor het dus verkeerd terug is gegooid. Ja. Maar in een film ziet het er extreem uit. Maar als jij dan naar de korte fragmentjes kijkt van de première, dan valt het reuze mee. Ja. Maar in een film lijkt het echt alsof die een vierkant hoofd heeft, weet je wel. En ook met dat kapsel erbij. Ja, 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 weet je waar hij op leek? Ik stond echt te kijken van, wat is hij kreeg ook zo'n Minecraft poppetje met zo'n helm op. Ja, ook door die haircut. Ook met die kapsel en die juist. Maar ik dacht eens bij mezelf, nee, dit is toch niet maar de dingen, Troy Bolton van High School Musical. Maar dingen ook, Jeremy Allen White, die heeft ook gewoon, ja, die hebben sowieso gespoord, toch? Dat kan toch niet anders? Die gasten zijn echt fucking baffed geworden, dat is niet normaal. Nee, ik heb wel gelezen. Als je gewoon hem ziet in The Bear, hè, dan was hij niet zo baffed. Maar was in één keer 60 kilo was aangekomen, dat is niet normaal. Zac Efron, die heeft wel in de magazine Men's Health maar heeft hij toegegeven dat hij wel... Daar hebben we hem. Nee, dat was ook niet eens een case van dat hij probeert te betrappen. Je ziet het gewoon. Niet per direct anabolen, dat heeft hij niet gezegd, maar hij heeft wel middelen gebruikt waardoor hij droger ging. Ja, okay. Waardoor hij meer onnodige stoffen in zijn lichaam, dat hij dat dus via urine eruit kwam. Oh ja. Okay. Je hebt ook zo'n gast op YouTube. Veel droger wordt. Ja, je hebt ook zo'n gast op YouTube. Hij zegt gewoon van, ze maken er ook zo'n taboe van om er niet over te praten. Waardoor hij zegt dan jongeren gaan het dan gebruiken en die doen dan stiekem over dit en dat. Maar het is ook weer gevaarlijk spul. Hij zegt, ik gebruik het, zegt hij. Maar hij zegt, ik ga niet gebruiken en gewoon stil bij zitten. Ik train, waardoor ik op deze manier groei. Maar ik heb het nodig om door te groeien, want hij doet ook aan Olympische sporten en noem het maar op, weet je wel, aan die dingen. Ja, maar hij zegt, praat erover, want op een gegeven moment gaan die jongeren gaan er dan gewoon mee experimenteren en praten er niet over. En dan raken ze in problemen. Ja, klopt. Ja. Dwayne Johnson, The Rock, die heeft het ook gebruikt. Ja, die heeft ook gezegd. Nee hoor, dat geloof ik helemaal niet. Hij zegt, begin van mijn carrière heb ik het ook gebruikt, zegt hij. Maar dat is, die jongens die zitten gewoon tegen een maximaal capaciteit aan wat ze aan kunnen. Ja, en dan beginnen ze met gebruiken, zodat ze daar overheen kunnen en verder gaan. Zou, maar of dat nou gezond is, weet ik ook niet. Man. Zou Overeem gebruikt hebben? Maar die Overeem, die gast, voordat hij UFC inkwam, was in één keer echt mega buffed. Gewoon. Dat is normaal, jongen. Nee, maar dit voor Jeremy Allen White heeft het juist geholpen. Hij heeft nu een nieuwe vriendin. Hij heeft nou Rosalia heeft hij op een of andere manier weten te fixen. Hij heeft een Calvin Klein shoot heeft hij gekregen. Kijk. Met dat gespierde lichaam. En nou, heel menig TikTok teenagers die gaan er goed op. Ik heb zijn dieet een beetje bekeken. Nou, jongen, dat lijkt me zwaar. Ja. Dat lijkt me echt zwaar dieet. Hmm. Hij zegt, ik heb gewoon 6 maanden lang 5 keer in de week keihard moeten trainen. Gewoon een trainingssessie van 3 uur en dan 2 keer per dag. Ja. En hij zegt, voor de rest was het alleen maar groenten, droge kip of rundvlees, weet je wel. Ja, gewoon pure proteïne. Dat is meestal zo, toch? Maar, bij die aftrainingen. Weet je, kijk, ik weet niet, hebben jullie wel eens een dieet gevolgd? Ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik echt... Chicken tenders. Ja, chicken tenders. Nou, ik zie er nu ook niet zo uit. Maar ik heb ook wel eens een ding gehad, weet je. Ja, maar daar ging ik ook wel eens een dieet doen. En in het begin, ja, als onervaren persoon met zo'n spotdieet, dan begin je. En dan was het gewoon letterlijk droog kipfilet. En dat werd dan in de pan, that's it, met kokosolie. Ja. Alleen, ja, als je dat echt droog moet eten, dat is gewoon... Ja, je moet wel variëren, man. Maar als er geld tegenover staat. Maar als er geld over staat, en dan doe je misschien wel. Discipline speelt ook een grote rol. Maar even terugkomend op de film, ja. Ik vond dat deze film wel wat meer te vertellen had dan Priscilla. Oh, zeker. Ja, van de vorige aflevering. Ja, dat ging zo. Dit was echt, dit is gewoon een film die je wilt horen. Mm-hmm. En voor de luisteraars, als jij ooit een Oscar wilt pakken, luister dan naar deze 3 volgende tips. Maak een biografiefilm. Maak een musicalfilm met dans en muziek. Dat is deze film niet. Maar ja, dat is nu hartstikke trending. Dus pak een dans en muziek erbij. En wie wint, pak jij een Oscar. En tenslotte gebruik aantrekkelijke man of vrouwen in je film. Ja. In deze film hebben we Jeremy Allen White en Zac Efron. Heeft Zac Efron ooit een Oscar gewonnen? Nee. Maar hij wil alle drie. Die tips heeft hij wel alle drie. Nee, maar dat is niet zijn film. Hoe bedoel je? Maar in deze film heb je geen dans en muziek, waardoor deze geen Oscar gaat winnen. Ja, oké. Als deze nou dans en muziek had...
dan had deze film Oscar. Maar hij doet sowieso niet meer dit jaar. Met de, met de familie. Zie je al zes van die bergen. Nee, maar even serieus, de laatste tijd. Want we zitten alleen maar naar biografieën te kijken. Naar musicals te kijken. Ja. En als de musical is, speelt Timothée Chalamet speelt erin. Ja, of weet ik veel wat. Die Hunger Games is ook half musical, toch? Ja, 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 maar er zitten ook weer hartstikke mooie mannen en vrouwen in en zo. Noem het maar op. Nee, maar deze... Hey, by the way, ik snap helemaal niks van worstelen, jongens. Ik heb een aantal vragen voor jullie. Ik weet inmiddels wat de Iron Claw is. Maar is worstelen nou echt of nep? Dat snap ik nog steeds niet. Het is show. Ja, maar show. Wie bepaalt dan wie wint? Een script. Is een script. Maar dan word je toch hartstikke boos. Ik maar zit dan je, zo je en hij zegt tegen mij, jij gaat vandaag verliezen. Dan zeg ik, ja, nee. Ja, maar je ziet toch ook in die film, dat hij gewoon zegt van, oké, jij pakt hem dan vast en dan doe jij dit. En dan spring ik bovenop de ring en dan val ik bovenop jou. Ja, maar ik snap dat dan dat niet. Dat is die ene scène waar je... Dat heb ik gezien. Zo aankomt vliegen. Maar ik denk dan bij mezelf, dan word ik toch helemaal boos als die host tegen mij zegt van, jij gaat verliezen. En dan snap ik de crowd al helemaal niet. Want je weet dat het nep is. What the fuck doe je hier? Ga naar de bios of zo. Ja, het is groot. Het is groot, maar ik snap het niet. Maar Amerikanen zijn sowieso heel erg vaag. Wanneer je zo'n halftime show of zoiets hebt, en dan doen ze die dance cam, weet je wel. Zie je echt als een maf dansen. Ik denk als je in Europa, als je zo'n camera op iemand zegt, dan doet hij zo... Ga maar weg. Ik hoef dat niet. Ga maar weg. Ja, maar Amerikanen zijn gewoon entertainment, man. Met alles. En ik geloof ook niet echt dat met die dance cam of met die kiss cam, weet je wel, dat altijd gewoon toevallig is. Heb je wel eens gezien met die famous lookalike? Ja, oké. Maar sommige dingen zijn wel stage. Maar je hebt toch heel veel van die mensen, dan filmen ze hun en dan zie je ze echt als een mafkeus zo. Maar ik denk dat het een soort van, hoe zou je het kunnen zeggen, een serie is die ze volgen, man. Want bij MMA of... Een soort van verhaallijn of zo. Ja, tuurlijk. Het is ook een verhaallijn, ja, man. Dat soort van Undertaker zijn zoon in één keer dingen is. Opeens opkomt en die vecht dan weer tegen die. En dan uiteindelijk moet hij tegen zijn vader vechten of zo. Hij heeft dan weer een vriendin in de show. Ja. Die is ook worstelaar. En die gaat dan tegen die vriendin van die andere. Er zit een heel verhaallijn in. Ja, maar je hebt dat zo vaak gehad. Maar dan gaan ze in één keer mensen in het publiek. Staat er een bekende acteur uit de vechten. Ja, precies. Dat is ook zo. Jason Statham bijvoorbeeld. Die heb je ook wel eens. Dan gaat hij zomaar in die ring. Of die kerel van Green Arrow. Gaat hij in de ring, gaat hij met die worstelaars vechten. Staat hij helemaal kapot. Ik vond het mooi als iemand zomaar een klapsel naartoe gooit. Gewoon zomaar random. Enige persoon die ik ken van worstelen is gewoon Hulk Hogan. Hij kwam in deze film voor. Ik kende hem voorheen nog niet. Maar ik ken hem dankzij een liedje van Offset en Metro Boomin. Ric Flair. Ric Flair. Schijnbaar is dat ook echt een mega naam. Zelfs de Migos die hadden... Oh. Nee, dit is een film van Darren Aronofsky. Volgens mij heb je daar heel veel grote legendes die wij niet kennen. Ja, omdat we niet in een wereldje zitten. Maar Ric Flair ken ik dus gewoon van die tune. Okay. Ik ken Rey Mysterio. En dat is gewoon puur van mijn neefjes uit Turkije. Rey Mysterio. Rey Mysterio ken ik ook wel. Ja. Hulk Hogan ken Hulk Hogan. Ik. Logan Paul Undertaker. Logan Paul. Heb je nog. Ik had vroeger ook dat spel. WA versus Raw. Ja, maar de game was wel een soort van echt. Die wel. Je had ook Andre the Giant. Ken je die? Andre the Giant. Oh ja, en je hebt een onzichtbare man. Die heb je ook. His name is John Cena! Tuurlijk. The Rock. Heb je dan nog? Dat was toch van KSI. Hij zegt zo, man, I'm so good. I can even see John Cena when he's not visible of zo. Die trash ook van die gasten, joh. Die slaat echt nergens op. Nee, maar jij zegt goed. Deze film, die heb ik opgezet. Ik vond deze film echt belachelijk veel op The Wrestler lijken van Darren Aronofsky. Ja. Gewoon, zelfde look. Ik heb hier ook een plaatje voor jullie. Ik zie die lampen en zo van beide films. Ja, dat klopt. Golden, warme licht, dramafilm. Het gaat over worstelen. Dus ik vond er heel veel vergelijkingen tussen hebben. Dus ik dacht van ik zet hem lekker op achtergrond. Maar kun je ze ook vergelijken met elkaar? Nee. Dat is echt zo'n gepensioneerde man deze. Okay. En die andere gaat echt over een familie en zo. Kun je niet vergelijken, maar wel een soort hetzelfde worstel en drama. Ja, die combi met dezelfde look en feel een beetje. Maar ze hebben ook een compleet andere achternaam eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ze hebben dat. Ze hebben een andere. Atkinson is hun echte achternaam. En dan je ziet ook, die jongste broertje die heet ook Atkinson met achternaam. Ja, klopt. Want die is natuurlijk nog niet... Hij is geen worstelaar. Nee, maar hij is ook overleden nog voordat de carrière van die andere gasten begonnen. Ja, precies. Von Erich is hun ding, man. Worstelnaam. Ja. En ook tijdens de geboorte van zijn zoon zei hij van, ik wil niet Von Erich, maar ik wil dit en dit op de geboorteakte hebben. Iron Claw, jongens. Iron Claw. Conclusie rating? Hakan, begin jij maar. Hakan. Goeie film. Veel emoties.
Veel emoties. Een mooi biopic. Wel kantje bot, hè. Dat heb ik echt gehad. Dat laatste stukje van Zac Efron. Dat was echt... Oh, ik heb daar een traantje gelaten. Oh, man. Oh ja, ja, man. Ja, 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 ja. We got him. Is dit de eerste film sinds... Sales Thanos. Sales Thanos, dit. Eerste film van dit jaar, dat wel. Ja. Ja. Ja, maar, dan, ja, maar zo'n goede dramafilm mag je wel een traantje laten. Ja, ja. Ik zat wel echt kantje boord. Emotioneel. Oh, sorry, wacht. Je hebt geen cijfer gegeven, ja, toch? Ja, ik geef het een 4,5, man. 4,5. Emotioneel. Mooi verhaal. Ja, niet zo leuk, de gebeurtenissen. Maar, ja. Ja, maar het wel gewoon een verhaal dat verteld mag worden. Ja, ja. Maar dat is echt, echt heavy. Want je hebt 6 broertjes en 5 ervan zijn overleden. Ja, ja. Overlijden zijn. En, oh ja, trouwens nog een klein feitje. Ik had ook gelezen dat er is ook heel veel in die wereld heel veel respect naar die familie toe. Ja. Want in 2017 zeg Hall of ik Fame. Of, Hall of Fame. Ja, ik had dat maar, ook gelezen. Ja, maar dat wordt dan moet je geïntroduceerd worden door iemand. Je kunt niet zomaar erin. En die wordt geïntroduceerd door een of andere gast van The Freebirds. Mm-hmm. En in de film zie je een scène waarbij ze tag team tegen de Freebirds. Ah. Dus van hun grootste rivaal heeft hun geïntroduceerd in de Hall of Fame. Ja, dat vind ik wel respectvol. Ja, man. Ik geef zelf ook een 4,5. Zeker. Ja. Ja, dit zijn sowieso verhalen dat gehoord mogen worden, toch? Ja, en niet vergeten gaat ook mogen een beetje worden, van prestatiedruk en noem het maar op. En hoe je jezelf helemaal kan opvreten tot aan zelfdoding, noem het maar op. Ja. Je hebt een cijfer, 4,5. Ja. Ja, ik had ook exact hetzelfde. 4,5, prachtig verhaal, goed uitgewerkt. Zeker Oscar-waardig. Jammer dat ze niet op tijd hebben ingediend voor de Oscars. Anders hadden ze een leuk aantal nominaties te pakken kunnen krijgen. Mm-hmm. Ik geef het ook 4,5. Voor de Nederlandse luisteraars moeten helaas nog wachten tot 15 februari. Dan is die te zien in de Nederlandse bioscopen. Tot die tijd zouden jullie heel even moeten wachten. Mm-hmm. Nou ja, 4,5, 4,5, 4,5. De eindconclusie is wel bekend. Yes. We geven Ironclaw 4,5 sterren. Yes. We zijn weer om aan het einde gekomen van een VHS review episode. We hebben Ironclaw besproken. We hebben Ironclaw 4,5 sterren gegeven. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en Podimo. Terwijl je daar bent, plaats dan een comment. Laat een review achter. Zet het belletje aan ook op YouTube. Deel de podcast met je vrienden. We zijn ook te vinden op verschillende social media platformen. Op TikTok en Instagram heten we @TheVideoCorner. Op Facebook zijn we te vinden onder The Video Corner. Ja, we zijn volgende week gewoon weer terug. En dan gaan we bespreken Griselda. Mm-hmm. Ferrari. Ferrari. En The Color Purple. Ja, de Color Purple. Was wel even kwijt. Ik was hem wel even kwijt. Ja, nou ja, jongens, ik wil jullie bedanken. Jij ook bedankt. Ik wil Mirza wederom bedanken voor de titel van The Color Purple. Ik wil de luisteraars bedanken. Ik wil Wij willen jou bedanken. De regisseur van deze film willen we bedanken. Ik wil de familie van Eirich ook bedanken. Van Eirich. Ja, ik vond het een beetje rare. Van Eirich. Eirich. Van Eirich. In ieder geval, tot volgende week. Doei. Joe. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.